Je voulais tuer mon cousin. Ik wilde mijn neef vermoorden. Hoe kon hij na alle gruwelijke dingen die we samen hebben meegemaakt mijn hardverdiende motor stelen? Ik kon dit onrecht niet verdragen. Tot ik deelnam aan de bijeenkomsten voor traumahulp. Daar besloot ik mijn neef te vergeven. Toen ik dat hardop uitsprak, werd ik bevrijd van pijn. Nu zie ik mijn neef met een nieuw hart. Ik vertrouw op God die me op een dag zal teruggeven wat ik ben kwijtgeraakt. Dit is het verhaal van Faustin uit Oost-Congo. Terwijl hij vlucht voor de gewapende conflicten, wordt hij bedrogen door iemand die hem juist zou moeten steunen. Toch neemt hij de stap om te praten over zijn trauma's en kiest hij voor vergeving. Als ambassadeur van Tearfund vertel ik je zijn verhaal. Zijn moed inspireert mij om ook te kiezen voor echte vrede. Vrede die je wat mag kosten. Steun jij deze kerst de vredestichters van Congo?